Het is weer zover. Iedereen is in de ban van Sinterklaas. Afgelopen zaterdag arriveerde de goedheiligman in Winterswijk en jong en oud was uitgelopen om hem te verwelkomen. Zo ook TV Slingeland. Thank you.
Dat kan nog even één keertje heel erg harder op de achterin en de papa's en de mama's. 1, 2, 3. Even recht, misschien. Kom maar, voordat u weer naar. Kom dan. En laat u. En dan komt het moeilijkste, we gaan zingen en we springen. En we. Dat kan hoger. Kom er eens. En ook nog een broodje kroket en ook kijken wat ik in mijn zin. En nou la la la. La 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 la.
12. Nou, lieve kinderen, dat hebben jullie weer fantastisch gezongen. Beter dan de muziek, Pieter, dat speelde eigenlijk wel. Sinterklaas, namens alle kinderen van Winterswijk, en ook de vaders en moeders en de opa's en de oma's, heet ik u van harte welkom in ons hele mooie dorp. En ik wil graag dat de kinderen dit met een heel hard applaus ondersteunen. Nou, ik ben zeer vereerd en ik ben ook weer blij dat ik hier ben. Ik ben blij dat ik in Nederland ben, maar bijzonder dat ik hier ben. En kijk eens, zoveel kinderen. Ja. Ik vind het geweldig. Leuk dat jullie er zijn allemaal. Dat vind ik ook, Sinterklaas. Volgens mij zijn eigenlijk wel alle kinderen vanmiddag gekomen. En dat vind ik fijn, want dan kunnen wij hier al samen beginnen aan het feest wat eigenlijk een paar weken gaat duren tot uw verjaardag op 5 december. En dan hopen we natuurlijk ook dat er zo nu en dan een cadeautje en misschien ook iets om te snoepen wordt gegeven. Maar ja, dat is afwachten, begrijp ik. Nou ja, natuurlijk, ik heb heel veel cadeautjes bij me. En ik heb veel pepernoten bij me en marsepein. En als de pepernoten op zijn, dan bakken we gewoon weer nieuwe. Zo nou, makkelijk gaat dat. Dat is mooi, Sinterklaas. U weet natuurlijk dat wij vorige week zijn uitgeroepen tot de gezondste gemeente van Nederland. En dat betekent dat je wel mag snoepen, maar tegelijkertijd ook goed moet eten. En ook goed moet bewegen. En ik denk dat ze nu en dan een pepernoot of een chocoladeletter best wel mag. En dat je dan toch nog gezond blijft, hè? Ik weet het wel zeker. Pepernoten zijn natuurlijk niet slecht. Maar alles wat je te veel doet, is natuurlijk niet goed. Ja, dat is waar. Ja. Nou, dan maken we het ook niet te lang. Want u wilt vanmiddag nog ook een rijtour maken door Winterswijk. Jazeker, jazeker. Dat is heel fijn. Maar ik vind wel dat er gezongen moet worden. Goed idee, burgemeester. Ja, heel dankjewel. Mooi gezongen. Door ons Pieterorkest. Mag ik een applaus voor de Goochelpiet? Zeg, welke goochelact ga je eigenlijk doen? Het was al heel veel van de week op televisie over de staf. En ik heb nu een truc met de staf. Ik ga de staf laten zweven. De staf laten zweven? Ja. Dat bestaat niet. Dat kan niet. Nou, dat kan niet. Ik geloof er helemaal niets van. Als ik boos word, laat ik iedereen hier in zoiets. Maar je kent je toverspreuk niet eens. Jawel, nu in één keer wel. Nu in één keer wel. Ik heb een lieftallige assistent meegenomen. En dan... Hoe was het nou ook alweer? Het komt helemaal goed, hoor. Simsalabim, simsalapiet. De staf van Sinterklaas zweeft. Daar gaat hij. Kom maar. Ja. Kijk eens, goed hè? Ja. Heb ik 10 jaar op geoefend. 10 jaar. Goed zo. Gaat dat goed, kinderen? Is dit wel eerlijk? Oh. Want wat deed hij dan? Toveren. Nou. Hij zit aan draad. Nee. Kunnen jullie helemaal niet zien. Oh. Nee. Beste goochel, Piet. Ja, Sinterklaas. Dat was helemaal nep. Daar stonden er twee boven. Weer een tovertruc die niet goed gegaan is bij jou. En wat mij nou zo leuk leek, is
dat we voor de komende weken, zeg maar tot 5 december, ja. Winterswijk omtoveren tot Sinterswijk. Oh. Wat vinden jullie daarvan? Maar dan moeten Sinterklaas, dan moeten dus alle plaatsnaamborden veranderd worden. Dan moeten alle plaatsnaamborden veranderd worden, maar ik denk dat onze goochelpiet dat trucje wel kan. Dat zou mooi zijn. Hallo. Zullen we het eens vragen? Ja. Dat lijkt me een goed plan. Zijn beste goochelpiet. Ja? Zou jij alle plaatsnaamborden van Winterswijk kunnen veranderen in Sinterswijk? In één keer, hè? Allemaal in één keer. Dat is wel een hele moeilijke goocheltruc, Sinterklaas. Maar je kunt het toch proberen. Het is niet gevaarlijk. Er komen geen ongelukken van. Dan moeten jullie allemaal even heel erg stil zijn. Heel erg stil. Als iedereen heel stil is, kan me heel goed concentreren. En dan zeg ik hoetipoetipoetie. Jokus pokus jipische latus passies. Ik wou dat ik in Sinterswijk was. Oh. En als het goed is, staat nu op alle bordjes Sinterswijk. Oh, dat is mooi. Als de truc gelukt is, dus jullie moeten maar even kijken van de week. Volgens mij is die gelukt. Dan zeg ik, lieve kinderen, ik vond het heel erg fijn dat jullie hier gekomen zijn. Ik rijd nog even een rondje op Americo door het dorp heen. En dan moet ik mij voorbereiden voor de eerste avond. Want jullie gaan natuurlijk allemaal je schoen zetten. En daar willen jullie dan graag wat in hebben. En dat moet ik dan allemaal regelen. Maar in ieder geval heel fijn dat jullie hier waren. En we komen elkaar nog wel ergens tegen. Dag hoor. En wat zingen we dan met z'n allen? Ja. Dag. Thank you.
Springen! Springen!